terroristen. Zijn vader was als rechter betrokken bij de Lockheed-affaire. En zijn grootvader was minister van Justitie voor de eerste politieke partij in Nederland. De Anti-Revolutionaire Partij. En dus is het niet zo vreemd dat Piet Hein zelf ook jurist en politicus is van het CDA. In de kabinetten Balkenende 1, 2 en 3 was hij minister van Justitie. En in Balkenende 4 is hij minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar zoals we allemaal weten, vallen de meeste kabinetten van onze grote leider Jan-Peter Balkenende. Hoe frustrerend is het om als man met een visie steeds gedwarsboomd te worden door instabiele politiek? Minister Donner, of moet ik zeggen, demissionair minister Donner. Hoe leuk is de politiek nog? Tada! Tada! Vraag 1. Hoe leuk is die politiek nog? Even leuk als een maand geleden. Echt waar?